Hallo? Ja. GSM in de zaal? Nee. Als ik ze zie, het is een bolletje in uw agenda. Geen kouwhoes in de zaal? Nee, ik wil geen kouwhoes zien. Het is een andere vierkantje in de agenda. Excuseer, waar heb je daar in je mond? Wat? Ah, een muntje. Sorry, dat heb ik het nog. Of anders sterretje in de... Nee, parallelogram in de agenda. Ja. Is er iemand die iets van techniek kan? Wat werkt door, het werkt door. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om mee te doen vandaag. Dus... Weet, doe maar. Allee, ik zal kijken. Dank u wel. Ja. Ik heb hier twee goede begeleiders op functioneringsgesprek. En die oude godin vandaag is terug bij. Ja, jongens, toch. Ik ben blij voor u, maar ik heb dus wel een probleem, hè. Zeg niet in mijn manneke. Mac heeft mij gedumpt. Mijn hart is voor eeuwig gebroken. En wat moet ik hier aan doen? Ja, en ik ben speciaal voor haar mens gebleven, hè. En nu lapt ze mij daar. Ja, jongens, toch.
Ja jongen, had dan toch naar mij geluisterd, oppergod van Olympus. Ik heb geen problemen met de vrouwtjes. Ja. Dus ik dacht, kun jij daarboven iets regelen voor mij dat ik weer god kan worden? Ja, de enige manier om nu nog god te kunnen worden, is door de Olympische Godenspelen te winnen. De Olympische Godenspelen, en wat is dat? Dat is de Olympische Spelen, maar dan voor mensen die god willen worden. Ja, en hoe doe ik daar aan mee? Ik kan u inschrijven, maar dat gaat u wel moeten naast. Dat ben ik namelijk morgen al. Ah, dat is goed. Ik ben er mee door. Hè. Ah, zeg, waar is dat eigenlijk? Ah, wel. Dat was elk jaar in Barcelona. Maar nu is het in Sicilië. Oostaja heeft dat ook beslist. Maar nee, toch niet in Sicilië. Wat is er daar nu weer te zien? En presentatorke? Jij hebt nu nog niets gedaan. Jij mocht Hercules begeleiden op zijn tocht. Trommelt wat vrienden op en regelt dat daar een keer. Dus ik moet op zoek naar die stomme gieten. Ja. En denk eraan, je moet alle vijf de proeven winnen om god te worden. Hè. Dus vertrek maar. Ah, goed. Pak mijn boot en ik ben weg. Oké. Verdomme, wat is dat hier nu weer? 3 uur op vliegtuig, om dan 2 uur met een bus richting puntje van de Italiaanse Botien te gaan, om dan nog een keer 2 uur op mijn boot te gaan. En voor wat feit? Een eiland zo groot als vuil zeker. Jongens, toch, nu moet ik een keer die goden spelen of filmen. De toeristische mens. Buongiorno, ik ben Hercules en ik ben op zoek naar de goden spelen. Buongiorno, I am Manuel Campetilla. En I know nothing. Die orakel is hier. Ja? Orakel, zeg. Kijk ik geen orakel? Godverdomme, ik zou een keer Google Maps moeten kijken, maar dat heb ik niet gezien. Hier dan, monneke. Ik ben een keer weg. Zeg, madame, waarom moet jij eigenlijk bij mee? Ik kan al stress genoeg. Die Google Maps werkte niet, juist gelijk in zijn app op school. Ik ben het orakel Sylvia. Dus op je gemak, of je krijgt een puntje van mij. Dat is mevrouw. Ik heb nog altijd mijn map mee. Ik ben een echte wijsheid. Ik heb zelf een boek geschreven. Van klasgroep naar klasgroep. Ja, maar waarom ga ik nu feitelijk naartoe? Ah wel, ik zal het u zeggen. Je neemt hier een beetje verder de boot naar uw eerste stop. Ja? Dat zal rond de 2 uur duren. Dan kom je eraan en ik de volgende boot. Dat zal weer rond de 2 à 3 uur duren. En als je daar aankomt, Lorenzo, ga je naar de berg zien. Dat is vannacht op die herberg en morgen vroeg staat onze op ons laatste uur en je neemt een bus. En normaal gezien moet je dan op tijd komen voor de goden spelen. Maar Caboris. Let op Caboris, hè. Als je 1 minuut laat komt, krijg je een te laat kaartje. En geloof mij, zo'n te laat kaartje, zit je pas echt te laat. Wel, het is goed dat je weet. Merci, Silvia. Allee, ik ga nog even op die goden spelen. Godverdomme, wat is dat hier, hè? Oh, mijn boot is gekapt. Mijn boot is gezonken, hè? Nee, jongen, je bent precies een beetje onderkoeld. Oh, ik voel mij niet goed, hè. Ik moet eens die eerste proef van die goden spelen doen. Oh, dat zeg jij, Hercules. Ja, ik ben Erik en ik doe dus een eerste test, quiz. Ja, goden moeten slim zijn, dus we moeten goed kunnen quizzen, hè. Ah. Dat klopt, Hercules. En dat zal niet gemakkelijk zijn met Jannie van der Velde en mevrouw Meervoel aan als tegenstanders. Hey. Jannie, zeg je, maar ik voel me echt wel niet goed, hè. Kan ik geen joker gebruiken ofzo? Normaal gebeurt niks in een joker, maar omdat je vaak Sander altijd, allee, Zeus altijd van die goede feestjes geeft, mocht jij iemand kiezen. Allee, kies je. Zeg jij je grap op alles toe? Je familie in de zaal zitten niet meer. Toevallig heb je nog een zus zitten. Andy, kom maar! Oh ja, Indy, jij kunt voor mij spelen, ik ga mij wat van opfrissen. Zorg maar dat je wint, dat doet dat goed, hè.
Dag dames en heren, appel met peen. Welkom bij de slimste god van de Olympisch. Ja, vandaag zijn dus ons slimste plekje. Dus er zijn drie rondes en elke ronde wordt er één persoon gespeeld. En de eerste ronde is dus de fotoronde. En die wordt gespeeld door Jannie, hè? Zijn klaar voor? Oké, daar gaat het. Die heeft geschiedenis. Die heeft altijd ambetante opmerkingen. Is dat die altijd bij de meisjes gaat? Altijd de meisjes. Verdorie. Kevin de Bot? Ja. Ah, shit. Oh. Wat scheelt er met die neus? Nee, ik ga passen. Sorry, ik weet niet. Dat moet Florian Vergooy zijn. Smetje, oftewel Herbert en de Smet. Erik, had u niet foto's van jou hier tussen? die had onlangs nog een baard. Jesse Bakkenbaard. Nee, Jesse Bakkaard. Oh, zeg. Zeg die. Is dat nu haar natuurlijke haarkleur? Had ze ook niet. Zwart, blond, grijs, roze. Mevrouw Nika misschien? Die geeft geen mee. Mevrouw Philips. Geschiedenis? SPA? Genocide? Standpuntentabel? Meneer Brutse? Ja, fantastisch gespeeld, hè. Dankjewel. En nu is het tijd voor de proefronde. En die wordt gespeeld door Indy. Oh. Is het een op zich? Nee, dat is het. Oh, alaa, jong. Nee, maar. Meneer Broodpaard. Ja. Mevrouw Basha. Goed. Misschien nog wel meepoel? Ja! Dat is fantastisch gespeeld, hè. En dan zijn we dus nu aan de laatste ronde gekomen. En dat is dus de filmronde en die wordt gespeeld door mevrouw Meepoel. Ik ga dus een filmpje laten zien. En we moeten dus de vijf kenmerken kunnen uithalen. Hoe is de leerling met bril? Ik kan dat niet aan. Ik kan het niet.
en ze waren aan het dansen in de Alores. Ja, ja. Hartstikke schudding. En daar wint Hercules de eerste ronde. Ah, kijk ze. Kijk, ik heb mijn boot hier al gerepareerd en Indy, heb je dat goed gedaan. Krijg je nog een cadeautje aan. Omdat je zo slim bent, moet wel je ogen toe. En Jan blijft steken. Omdat je zo slim bent, ga ik je nog wat slimmer maken. Dat is gewoon een bril. We staan er anders dat een jood zijn. Hè. Allee, merci om mij te helpen. Madame, wat scheelt er mee? Allee, ja. Ja, geen wacht. Allee, kom, we zullen ons hier van voor in de ik zal anders een tas koffie halen met wat suiker, wat melk. Nee, geen melk. Allee. Ik ben lactose intolerant. Ah. Wat is dat voor een beest? Allee. Wat is het? Ja, uw problemen, we zullen ons hier van voor in de zon zetten. Nee, in de zon. Ja jongens, hij heeft wel veel problemen precies. Toen jij was, heb ik een essay die te fokken en de maas gehad. Gelukkig heb ik het niet. Ja, als ik klein was, heb ik ook een keer iets voor. Ik werd gebeten door een slang en had hij wel niet meer doen. Wat is dat? Oei oei oei. Wat is dat? Wat is dat? Zeg, niet overdrijven hè. Ik had nog thans die mezatal in dat vakje gestoken en ik had dat meneer Konijn. Herma, als u dat al had gegeven, hè? Zeg, schat, mag ik een keer op die bureaustoel zitten? Nee. Dat is wel een bureaustoel. Maar goed, je hebt het wel een keer verwezen. Ja, dat mag altijd. Hé, we doen de smoel aan een keer van psycha. Dus dat weet ik die madame. Wat was ze gedaan? Sterra. Ja, maar ze weet het aan de kraten. Die heeft dus wel een probleem, hè? Zeg een keer. Oeh, schat, zo romantisch, zo tegelijk. Ja jongens, wat voor een rare mannen was dat? Allee, ik ga maar een keer doorgaan naar mijn volgende proef. Ja. Waar zou dat hier toch kunnen zijn? Ah, Hercules, je zit er! Ah, uiteraard. En wat valt er hier te beleven? Ja, goed, zijn feestbeesten. Ah. Feesten moeten goed kunnen dansen, dus heeft de volgende proef daar alles mee te maken. Hè? Ah ja, en tegen wie moet ik dat spelen? Dat is plezant, je mocht er 3 kiezen uit gans die zaal. Ah, toch geen 5 jaar zeker? ja, ik heb gehoord dat Lorenzo Slok toch wel een dansbeest heeft. Allee, moet je naar voren komen aankomen? En Wouter van den Bulk heeft er ook al even goed achter. Allee, kom naar voren, en je onnozel doen, hè? Ah. Ik
En kijk, en nog iemand nog om ding te spelen? Brandswijk. Ah, Jonas Brandswijk, ja. Ja, ja. Maar ja, eigenlijk, dansen is wel niet echt mijn ding. Dus ik ga gewoon iemand anders mee laten dansen. Maar, er had net al iemand gezien die ook kon dansen. En waarom ben je nu weer op dat scherm? Ah, Walter. Ah, ik heb hem wel vol zomaar komen dansen in mijn plaats. Ja. Doe dat goed, hè, jongens. Mannen, Walter! Wat is dat? En dan wacht ik van Kevin, we zullen het al uitleggen, als dat is het. Nu, we gaan een liedje laten spelen. Het is de bedoeling dat jullie zo goed mogelijk op dat liedje dansen. Achteraf gaat het publiek om de lijst juichen voor wie dan het beste vonden. Succes! Kom aan, Jonas! Kom aan! Allee, dat was een opwarming. Zorg dat deze keer goed is, hè. Allemaal dansen, hè. Ja, maar ja, moet wel winnen voor mij, hè. Tell me!
Ja. Tot zover het danstalent aan ons Atheneum Zottegem. Nu, waar zitten de fans van Jonas Brandwijk? Waar zitten de fans van Lorenzo? Ja. De fans van Wouter? En de fans van onze eigen Kevin Babotto? Ja, ik denk ook dat dat duidelijk was. Kevin wint de ronde en hij wint de ronde. Maar ik vind toch wel dat die jongen dat ook goed heeft gedaan. Dus ik krijg van mij nog een schone poster van One Direction voor Boos en Bad. Naast zijn standpunten dat al van geschiedenis zijn. Alsjeblieft. En iedereen heeft dat goed gedaan om een krabbe plaats te hebben. Ja, ah, dat is wel een redactie. Als er hier geen openbare wc's zijn, moet dat zomaar, hè. Dag, zijn. Wat je doet hier? Hetzelfde als u en pissen, ja. Ja, ja, voel de aarde, voel! Hey, nu ben je hier wel wat overdreven, hè. Ze biedt spans hier nog een rechtszaak aan, omdat er geen openbare wc's zijn. Beste mensen, wie is hier eerlijk? Wie is hier voor openbaar plassen? De natuurlijke bemesting, hè? Hey. Hey. Waar haal je dat, zeg? Dat stond op de bord van de smart school. Van de smart school? Ja. Ja, gewoon hier, ja. Ja, dan moet je toch bijna naar huis gaan. Ach, ja. Oh, Poseidon, maat, wat doe jij hier? Het is hier niet om... te feesten. Want... de rug staat al op. Dat jij je proeven... niet zelf uitvoert, maar alvorens, ik zou even willen dat iedereen in de zaal even recht staat. Allee, kom maar, hè. Iedereen recht staat. Jullie mogen plaatsnemen. Allee, Poseidon, ik ben jij een proeven niet uitvoeren, ja. Waar halen we dat nu weer? Ja, maar... Het stond op de redactie BE en dat is een keer geloofwaardige bron. Ja, ja. Dus voor wat werk ik hier nu eigenlijk? Ja, de volgende proef is bedacht door onze enige echte Poseidon. Nu, alvorens ik de volgende proef uitleg, zou ik graag willen dat mevrouw Matthijs en mevrouw De Sutter naar voren komen. Beide leerkrachten mogen plaatsnemen achter dit plankje. Ja, het maar. En wat is de bedoeling? Ja, wel, opnieuw mag je twee tegenstanders en een teamgenoot uit ons publiek kiezen. Allee, ik zal een keer gaan kijken in de zaal wie dat ik er een keer uitpak. Ja, toch mensen die niet te ver in het midden zitten, zo iemand. Ah, hier zie je dat, ziet er wel een sterke jongen uit. Hij mag dan naar voren gaan. Hij zit bij mij, hè. Hij zit bij mij. Nu nog twee tegenstanders. Oei, maar hier zitten er 6 jaar, dat is niet te doen. Hier, dat ziet er wel een spierbundel uit. Hij mag tegen mij spelen. En dan nog een meisje, hè. Zijn er ideeën? Zora! Zora! Wie? Zora? Allee, Zora mag naar voren meekomen, ja, ja. Nu
Oké, onze vier deelnemers opgedeeld zijn in twee teams. Mogen jullie elk om beurt een van deze sponsen uit de emmer nemen? Knijp ze een beetje uit. En gooi maar zo goed als je kan op onze twee tijdelijke goden. Allee, ben maar bij hem dan. Ben begint. Ongeveer op deze hoogte aan staan. Ah, pak maar de nummer mee, hè. Pak maar de nummer mee. Ja, voilà. Er goed op, hè. Wij zitten mee, hè. Kom maar. Oh, hopla. Oh, doe maar voor. Drie sponsen per persoon, hè. Ah, ja. Het moet er wel een keer goed in het midden zijn, ook, hè. Anders krijgt die mevrouw links. Die heeft... Ja, dat wordt één. Oh. Ja, Ben deed dat niet slecht. De volgende. Ja. Doet dat goed, hè. Oei. Dat wordt... Oh, dat is gewoon niet veel. Iets kroner, iets kroner. Ah, jammer, jammer. Zora? Hij heeft die sponsen in. Ben. Oeh, ja, dat is gewoon niet. Zal u anders nog wat dichter? Zal u nog wat dichter? Niet, ja, ga maar een beetje dichter staan. Ja, 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 dat wordt hem, dat wordt hem. Ah. En nu Hercules. Ja. De laatste zullen de eerste zijn. Ah ja, zo, hier, hier, hier. Dat is nog niet te gemakkelijk, hè? Oh, jammer. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Wat kan ik het publiek? Die Hercules heeft gewonnen, nietwaar? Ja! Ah, ja, ja. Goed zo, Ben, heb je dat goed gedaan? Je mocht deze spons bewaren aan onze, om ter herinnering van onze mooie belevenis samen. Oké, okay, ga maar naar jullie plaats terug. Hè. En bedankt aan de leerkrachten die naar voren kwamen. Daar zijn. Hey, mogen niet door. Oei, trollen, en waarom mag ik niet door? Jawel, dat is het naar carnaval geweest en ik heb nou geen goed ding om je door te laten. Allee, en als ik een keer twee gifts stuur op Farmville? Nee. Als we dat passeren, moeten minstens twee van mijn drie raadsels oplossen. Twee van de drie raadsels. Ah, zeg maar, hè. Het publiek zal mij wel helpen, hè. Dat lukt wel. Oké, de eerste vraag. We beginnen met een makkelijke, hè. Hoe lang is de Eerste Wereldoorlog geleden? Ah, shit, was dat nu 10 of 100 jaar geleden? 10? Ah, nee, 10 jaar geleden. Maar hij verstrooide kwiebus. Dat was 100 jaar geleden natuurlijk. Ah, ja. Geschiedenis is niet mijn beste. Ik had dat beter nog een keer aan Poseidon gevraagd. Maar anders kom ik een keer op bijles bij u, hè. Ja, het goed zit hij. Ik ken nou geen tijd, want ze biedt zijn frietjes. Oké. De tweede vraag. Het is een beetje van een historische lol. Historische lol, ja. Ja. Wat is het verschil tussen een pizza en een jood? Oei. Een pizza, het verschil tussen een pizza en een jood. Allee, mensen in de zaal. Een pizza roept niet in de oven. Wat? Een pizza roept niet in de oven. Een pizza roept niet in de oven. Allee, het tjus. Ja. Oké. Allee, de laatste vraag. Waarom moet je geen mossels eten in het weekend? Weekdieren! Weekdieren? En wat heeft dat te maken met weekend? Ah, nou ja, mossels zijn weekdieren, hè. Je kunt dat niet in de week eten. Ja, wat? Goed gedaan.
Allee, ik zal u dat maar laten passeren, zeker. Ah, dat is vriendelijk. En wacht. Hier, een appel. Ik pak mij wel een goede pot bier voor de dust. Ja. Zit meneer Verstikkelen hier in de zaal? Ja? Ah, ik heb gehoord dat hij een beetje bang is van appels of zo. Ga je dus niet moeten passeren. Allee, dat is voor u. Ah, met de groetjes van meneer Schietsen. Oei, oei. Zeg, heb ik iets van u aan? Jij toevallig waar ik de derde bodem speel en kan vinden. Oh, het zal wel zijn. Je moet dat voor mij doen. Ah, en wat is de bedoeling? Zeg maar eens. De basis komt deze madame kunnen haken. Ik kan dat kunnen. Wel, beste Hercules, goden moeten zich vaak in en door de mensenwereld verplaatsen. Ja. En dat doen ze vaak te paard. Dat is juist dan. En dus, als tegenstander, we hebben drie tegenstanders nodig voor Hercules. Wij vragen graag Gail de Meun. Sybren de Pree. En Delphine verliefde naar boord. Kijk zo, onze volbloed houdt een rosser, zijn jullie ook al? Waar is dat hier dan? Hoi. Kom maar. Neem elk van jullie drie krijgt een houten ros. Schrijf maar door, schrijf maar door. Wat niet over de dag? Hoi, waar is dat hier? Hoi, dat is alles, hè? Nu, de bedoeling is dat elk van jullie, via het trapje weliswaar, verstrekt en zo snel mogelijk een ronde door het zaal doet. Wat is dat? Pardon. Ja! Ah, allee! Aan de kant. Verdomme, je moet het hier doen, deze mensen. Kom maar, ik wil wel niet. Via het trapje! Ja. Oh, rustig. Ja. Nou, ze kunnen mij niet volgen. Verdomme, zou ik er niet naar het podium moeten komen? Nee, maar wat is er hier? Ik heb dat nog gezien. Hela, wat is dat hier? Zeg, kort, stop er lekker allemaal mee. Zeg, wat is dat hier? Dat is hier niet veilig verlopen. Hallo? Ja, ik moet dat hier onderzoeken. Kijk ondertussen maar naar een filmpje. Wat is erop gedaan? Voor onze montageshow. Het is heel belangrijk dat u eerlijk antwoordt. Dat is de eerste vraag. Naast welke leerkracht zou je wel eens willen wakker worden? Meneer de Groep. Meneer de Groep. Meneer de Groep. Dominique de Braak. Hoeveel keer per dag kijkt u naar het kontje van meneer Postier? Ik probeer ze roepen en roepen en een brandweerbel.
Ja, ik moet weer terug. Ik ben nog een half meter neven naar terug. Hè. Wat haat u nu echt het meest in uw leven? Zoals dieren, mensen, zaken en waarom? De dieren. Ik ben een meneer Fosfies. Zijn naam meneer Fosfies? Ik ben meneer Fosfies. Wie heeft volgens u een beetje een belangrijke job op school? Dat is altijd klopt. Op zich moet je dit job opzangen. Dat wordt het klopt. Ik denk dat je het job maar dan. Misschien wel een job op. Met welke leerling zou je wel eens onder de lakens willen krijgen? De grote chabot. Benny, iedereen weet dat hygiëne zeer belangrijk is in de keuken, maar daarvoor zou wij de vraag, wat gebruik je soms in je eten of in je soep, dat toch die speciale touch geeft aan het eten hier op school? Wat? En nee. Vindt u dan seks tussen de werkuren met je collega's in de keuken? Kunt u dat kunnen of hoe zit u daar tegen? Met collega's. Ja, gewoon goed plezier in de keuken maken. Je mocht er betalen, zo doen en zorgen dat het altijd proper en deftig klaar is. Iedereen uit. Dus weer, het zit in een goede sfeer in de keuken. Mevrouw Meerpoel als leerkracht wiskunde en fysica. Enkele basisvragen. Hoeveel is 2 van 2? Een chocotof. 5+6. Een chocotof. 9+8. Dat is chocotof. En 15+21. Dat is chocotof. Ga je maar open. Op welke man, of meneer De Bot na natuurlijk, heeft volgens u de meeste ervaring in bed? En waarom? Man. Meneer Tim. Van Gimmie. Oké. Meneer Van Lekke. Denk u dat dat wel een ervaren leerkracht is die veel wijsheid impact heeft? En dan ja, hoe ouder natuurlijk, hoe meer ervaring, hè. Dus ja, hoe meer dat we moeten leren, hè. Mevrouw Bonnet, wat heeft u gekregen voor uw via? Grootste. Mevrouw Van Lekke, als u eerlijk moet zijn, wat zijn de mindere eigenschappen van sommige leerkrachten? Dat is van voeten. Ja, meneer Tjobbel, hoe kan u de veiligheid hier op school om beschrijven? Dingen die achterhoudt voor de mensen of die leerlingen niet speciaal weten? Hoeveel schade is, maar ik denk dat er heel veel mensen opgekomen zijn. En ja, ook ik veel bedrukt. Denk je dat Bert Stubbel ooit een echte relatie zal hebben? De meeste dromen van de meeste. Ja, dat is hier, dat is allemaal niet veilig. Hè. Iedereen moet onmiddellijk geëvacueerd. Ding, 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 ding. Hallo? Ja, meneer Lefevre? Wat? Een bank te weinig in uw 13. Ik kom direct af. Dan kijk toch de sportman, hè. Ik kan lopen. Ah, mijn nek. Ja, we zullen hem dan ook zien passeren. Ja, met Gail de Munch die vals gespeeld heeft en vrijwel opgeeft, wordt ze zelf gediskwalificeerd. Oh, ook Delphine heeft het daar echt niet volledig gedaan, sorry. En tussen Sybren en Hercules was net, maar ik denk dat Hercules toch gewonnen heeft, dus dat is proef nummer 4. Ja. Alleen nog één proef van een korte hot, hè. Allee, iedereen mag terug naar zijn plaats. Allee, gaan we terug naar de plaats. Ga stil zijn, hè. Dank u, dank u. Thank you, we love you! Jonge mensen, chocotos voor iedereen! Ah. Toch nog iemand goed zin vandaag, godverdomme. Allee, ambiance, je blauwe, hey, chocotofs. Hé, hey, zitten, zwijgen en werken. Zeg mevrouwtje, je bent zo chagrijnig. Ja, daar vanachter, ja, daar ook, zitten en werken, ja. Okay. Allee, mevrouw, wat doen die nu verkeerd? Ziet die cuties daar nu zitten? Oh ja,
Het zijn eigenlijk wel apotheken, zeg. Ah. Ja. Zeg, wie zijt jij eigenlijk? Ik ben Hebe, god van de jonge mensen. Ah, en wat brengt u hier? Ik ben op zoek naar mijn zoon Franciscus. Oei, maar hij zit hier wel in Sicilië, niet in Rome, hè? Ah, ai, ja. Dan is het de moeite om niet meer terug te gaan. Maar laten we hier maar een keer een foto pakken. Kom, een snapselfie. Zeg, bedoel jij geen Snapchat? Nee, nee, nee. Een snapselfie? Ik ben wel up-to-date, hè. Anne, als ik jou zie, ben ik... Oh, Francis! Oké. Ja. Deze heb ik ook. Allee, dat was ook weer apart, maar... Hebeken, merci, salut, de ballen. Ah, zorg dat maar door je wiskunde-examen zijn. Ja, maar hij moet spreken, Demi. Dat is goed. Ja, we zullen er hier wel ver gaan zijn, zeker aan die laatste gewone spiel. Ja, Hercules, het is hier te doen. Ik ben meneer K, half konijn, half mens, en ik neem mijn laatste proef af. Ah, zeg maar, ik ben een en al oor. Snapt hem? Oor. Ah, wel. Ik werk als studiemeester in een school in Zoldenhem. En om dat beroep te verduidelijken, volgt er een filmpje. Ja, allemaal zwijn, naar voren kijken en houd onder de stilte bezig. Ik heb ook belangrijk werk te doen. Ja, dat is allemaal wel tof en al, maar wat ben ik daarmee? Wel, als vele van mijn leerlingen, ja, moeten goed en ook grappig zijn. Inderdaad, Hercules. En aangezien ik, oppergod van Olympus, de grappigste god ben, moet je mij verslaan in deze laatste proef. Ah, we zijn maar met twee. Maar nee, meneer Hercules, wat neem jij nu aan? Jesse Bakkaert mag gewoon meedoen. Jesse. Ja. En wat moeten wij doen? Wel, jullie hebben 20 seconden tijd voor, om te voor te bereiden. En ja, dan doen we een dansje. Allee, oké. Okay. Kom, zullen we ons voorbereiden. Ja, start de muziek maar al, ja. Ga maar op, dans maar. Laat u gaan. Studie meesterstijl. Meesterstijl. Elke zondagavond hebben wij echt veel plezier. Morgen weer naar school, het wordt alsmaar hekker. De laptop staat elkaar en ja, in patiënt staat elkaar. Super, mega, tof. Ja, daar gaan we weer. Die gsm's liggen al bijna klaar. Ja, daar gaan we weer. Hier gaat ook niet kaarten. Ja, daar gaan we weer. Zit daar iemand te praten? Ja, daar gaan we weer. Gaan we weer. Jullie gaan niet kaarten, oh niet kaarten, en niet praten, hey. Ja niet praten, hey. En niet sms'en, ja niet sms'en, dus wat doen wij, hey. Ja wat doen wij, hey. Wij lezen onze krant op ons gemak. Een studie meesterstijl. Patience. Meesterstijl. Pop, pop,
van Fasjans. Ik kan vaststellen van Fasjans. Ik kan vaststellen van Fasjans. Proficiat Hercules, ik moet toegeven, jij was knapper dan mij. En daarmee word je de nieuwe god van Olympus. Ah, hepla, applaus, applaus. Dank u wel. Dan vraag je nu de presentator om de heilige graal naar voren te brengen, zodat Hercules eruit kan drinken. Kijk, ja. Ik heb wat dorst gekregen. Ze biedt een pintje. Even wachten. Oei. Dag mevrouw Medusa. Drink van de heilige graal en betreed het eeuwige godenleven. Allee, kom. Maar niet alleen Hercules bewees zich. Met deze eindoverwinning van Hercules komen we bij het laatste deel van onze 100 dagen show. Het belangrijkste deel voor sommigen van jullie misschien. De awards. De eerste award is de god van de ijdelheid, Narcissus. Genomineerden hiervoor zijn. Als je genomineerd staat, staat u misschien een beetje recht, dat iedereen het goed kan zien. Glenn Brakeba. Bert Stoebel. Kees Droek. Sam Herman. Niels Lent. Maar ook Jonas Brandswijk. Nu, de ontknoping. Wie is het ijdelste geweest het afgelopen jaar? Meneer Droek! Die is niet aanwezig, zeker. Ja, mevrouw de Pessimier als collega economie mag u misschien de prijs in ontvangst komen nemen. Dank u wel. Hiermee kan meneer Droek zichzelf en zijn goddelijke cursus nog beter bewonderen. Nu, ook dit jaar kozen Eros en Psyche het mooiste koppel van het jaar. Genomineerden voor deze award zijn Niels en Laura. Eva en Jesse. En Jani. En Hans, Sam, Herman en de mannelijke populatie van het Koninklijk Atheneum Zottegem. De grote ontknoping. Winnaars van Koppel van het Jaar. Sam. Ik heb iets gedaan. Kleine ijsje voor de mensen in de zaal. Ze heet Chocotof, zijn Ruud. Ze heet Chocotof. Goden bewezen zich een beetje op een andere manier het afgelopen jaar en keken alleen ze diep in het glas.
genomineerden voor Dionysus van het jaar zijn Sebastiaan van Dijk, meneer Denijs de Kok, maar ook Kevin van Bossel bewezen. Wouter van den Bulke. Nino Galle. Sorry mama. Aaron Katzman. Mevrouw Demi Eloot. En als laatste Xander de Korte. Wie keek er het afgelopen jaar het diepst in het glas? Alvorens we de winnaar bekendmaken, nog even deze eervolle vermelding. Alles begint met proberen, nietwaar, zo? De winnaar van de Dionysus van het jaar. Xander de Korte! Het is vanavond, hè? Je mocht het misgaan. Volgende award, Muze der Zang. Genomineerden zijn Glenn Brakjeva, Tineke van Brekka, Chabelle Tabusso, Rubienta Kersbel en Niels de Bruyne. Dit gaan we eventjes illustreren. Nu de winnaar, de zeer talentvolle winnaar, Niels de Bruyne, kom maar naar boven. Nu, onze spierbundels. Ook Spartacus was zeer trots op de bevolking van het Atheneum Zottegem. Genomineerden voor onze Spartacus zijn Keanu Stalens, Florian Verhooyen, Steven Ongena en Aaron Katzman. Ook leerkrachten deden het afgelopen jaar een powertraining. Opnieuw wordt dit geïllustreerd door een filmpje. Van onze leerkrachten kan er enkele leerling winnen. Winnaar is Aaron Katzman, proficiat! Tegen de spierpijn, alsjeblieft, proficiat! Nu, ook goden en godinnen van de volle maan onder ons, genomineerden voor deze award zijn Jesse Bakkaert, Florian Verhooyen,
Kevin Stevens. En mevrouw Bosjaar. Nu, er kan maar één winnaar zijn. En die is... mevrouw Bosjaar. Enige leerkracht die een award vindt, dus dat u moet vereerd voelen, mevrouw. Proficiat. Nu ook veel mensen die zeer vrolijk en positief in het leven staan. Medusa's onder ons, genomineerden zijn... Chloe Altens. Mevrouw de Pessimier. Chrissy de Ridder. En Fleur de Leeuw. Nu, na de Attenees-soirée van afgelopen weekend, kan er eigenlijk maar één winnaar zijn. En dat is Chrissy de Ridder. Kom maar naar voren. Voor het uitgaansleven. Nu, ook kleine mensen onder ons, genomen van het jaar. Oei, vaatje Jarren. Op één na kleinste persoon. Genomen zijn. Leonore de Bok. Pauline de Sutter. Alice Don. Ilara Song. En onze eigenste mevrouw de Schepper. Onder al deze cuties kan maar één winnaar zijn. En dat is... Alice Don. En ook een leerkracht van het jaar onder ons. Mevrouw Taloen. Mevrouw. Voordat we de vijfdes terug doorverwijzen naar de klas, vragen wij Bert Stoebel en Jannie van den Velde op het podium. Zij hebben nog een kleine verrassing. Zes, het is tijd voor de polonaise. Hey, come on. Wat is dat? Was het de zon? Was het een lentekriebel? Er was die dag eerst niet normaal. Toen het begon, werd het in één klap zomer. Want er gebeurde iets speciaals. Hup, hup, jij. Kwam voorbij. Kom, dat was een goed gevoel.
denk ik van die dagen, dan denk ik even aan jou. Want sinds die dag begint al het blauw te kleuren, want jij verwendt me met je lach. Ben van mij, kijk naar mij, ik voel jou zo dichtbij. Sweet Caroline, oh oh oh, tot dat was een goed gevoel. Sweet Caroline. De laatste keer iedereen! Sweet Caroline, oh oh oh, oh dat was een goed gevoel. Hey. Sweet Caroline, oh oh oh, jij begrijpt wat ik bedoel. Sweet Caroline. Ondertuigencomité. Het was, en ik ga eerst mevrouw Pieters citeren, het was de beste show van de laatste 10 jaar. Jullie hebben dat heel mooi gedaan. Het was grappig, zonder plat te zijn. Het was mooi opgebouwd. Er zat structuur in, er zat een lijn in. Super. Ik vind het heel leuk ook dat jullie mevrouw Taloen al bedankt hebben. En ik wil haar vanuit mijn naam ook nog eens bedanken. Want zij doet dat elk jaar. En ik weet uit ervaring, want 10 jaar geleden deed ik dat, dat het niet altijd zo leuk is om dat elk jaar opnieuw te doen. Heel persoonlijk dankbaar, omdat jullie dankzij die interviews dat ik nu eindelijk mijn echte vijanden hier op school ken. En wie weet wie dat er gewoon maar gaat weglopen of wie dat er mij gaat doodkloppen. Mevrouw Van Dalzen, ik zal vanaf nu met een boog in een boog rondom u lopen. Geniet nog van jullie 100 dagen.
De laatste slide was een zeer interessante slide. Misschien kan het nog een keer teruggebracht worden daarnet. Daarmee bedoel ik, profiteer ervan, amuseer jullie, maar zorg dat je morgen ook nog kan genieten van... Hier een keer weer, ja. Nee, oké. Wij verwachten jullie graag allemaal om 6 uur in de Refter voor een... Is het niet 6 uur? 5:30? Hoe laat is het? Om hoe laat begint het, mevrouw Talou? Oh, vanavond om 6 uur, absoluut. Vanavond om 6 uur in de Refter. Kijk, dat is de laatste slide. One does not simply drink for 12 hours without consequences. Dus houd rekening met die consequences. 18 uur dus vanavond in de Refter voor een leuk aperitief, een leuk avondeten samen met heel veel leerkrachten die er zullen zijn. En dan zien we jullie morgen terug, fris en monter. Ten laatste om 8:20, want ook op de 100 dagen kan je een te laat pasje krijgen. En wie te laat komt om 100 dagen, die komt niet meer binnen. Dus wees op tijd. Vergeet ook niet, of weet ook, dat wij onze campus, deze nacht met hand en tand zullen verdedigen. Dus dat het geen zin heeft om te komen, want wij hebben ook onze geheime politie ingeschakeld. En veel plezier. En tot straks.